Dit was weer eentje uit 1982. Bodine met Rock Machine van hun album Bold as Brass. En wij hebben nu Rick Bouwman van Mart hier aan de telefoon. Dag Rick. Hey, hey Melanie. Dag Rick. Marco natuurlijk. Hoi. 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 Alles goed? Ja, prima. Ja, prima. En daar zout? Ja, fantastisch. Ja, mooi. Zo. Ja. Dus, zullen we eens even hebben over Mart hier. Een aantal maanden geleden speelden jullie samen met onder andere Vortex in Trapel. Ja. En toen hoorden we ineens dat jullie bassist Twan ermee ophield. Dat klopt. Ja, hoe is dat, dat gekomen? En ik begreep dat jullie inmiddels ook alweer een nieuwe bassist hadden. Vertel eens. Ja, die hadden we eigenlijk al heel snel. Op een gegeven moment was Maarten bij elkaar gekomen om te praten over zeg maar, de toekomst. En toen werd wel duidelijk dat Twan eigenlijk ook wel een andere richting op wilde. Met een andere band. En wij wilden eigenlijk ook weer keihard vooruit in een andere richting. Wat Twan toch... niet zozeer dat hij dat niet zag zitten hoor, muzikaal gezien. Maar ja, goed, zijn muzikale voorkeur ging toch een beetje afwijken, zeg maar. Dus besluit genomen om ieder ons eigen weg te gaan. En wij hadden eigenlijk binnen no time, nou ik denk een week of twee, alweer een vervanger. Jeffrey Brian Rijnsburger. Nou die is heel snel ingewerkt. En we hebben eigenlijk bijna geen optredens daarvoor hoeft af te zeggen. We zijn meteen weer full speed ahead gegaan. Occult Fest gedaan, Tattoo Fest, allerlei andere festivals en... Ja, flink aan het schrijven, inmiddels ook met Jeffrey voor een nieuw album. Maar dat duurt nog wel even voor die uitkomt. Verwacht eind 2014 of zo. Of in ieder geval na de zomer. Dat zal ook weer bij Metal Blade zijn, of weet je dat nog niet? Nou goed, dat weten we nu nog niet zeker. We moeten nu nog eerst afschrijven. We zijn nu ver over de helft. Dan gaan we pre-productie doen. Dan gaan we de werkelijke productie doen. En ondertussen zullen we met Metal Blade natuurlijk weer in gesprek gaan voor een release. Ja, dat wordt natuurlijk onze eerste keuze. Dat hangt ook wel een beetje van de songs af of ze bij Metal Blade passen. Ik denk van wel, want het wordt wel nog heavier, zeg maar, eigenlijk dan Circle of Eight al was. En Metal Blade is wat dat betreft wel een label waar dat heel goed bij past, denk ik. Dus ik denk van wel, ik denk dat we daar in ieder geval wel mee doorgaan. Maar we houden ook wel andere opties open, hoor. Ja. Nou, dit weekend, als ik het goed heb, spelen jullie op het festival, het Limelight Festival... Ja. Onder andere met Isium. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, Limelight is een agency waar Maarten ook bij zit. En dat agency bestaat dit jaar 10 jaar, dus dat was een reden voor een feest. En eigenlijk is het feestje van het agency met vijf echt de gekke bands, maar wel bands in een verschillend genre. Dus het is een heel divers programma, wat ik zelf overigens heel erg leuk vind. En dat bestaat uit Only Fate Remains, dat is meer melodieuze metal. Wolfen, power metal uit Duitsland, zit ook bij het agency. Nou, Maarten natuurlijk. Isegrim, nou, death metal ken je wel natuurlijk. Ja. En Spoil Engine uit België, de hoofdact, is meer in de trash stijl. En misschien zelfs een beetje metalcore-achtig af en toe. Nou, ik vind het zelf te gekke bands allemaal. Dus nou, we hopen dat het gewoon een heel leuk feest wordt met veel publiek. Er is heel veel belangstelling in ieder geval van de pers. Maar ja, het publiek moet natuurlijk ook komen opdagen. Dus nou goed, jullie zitten vrij ver weg. Anders zou ik zeggen tegen iedereen komen. Dat kan natuurlijk alsnog, maar ik hoop dat het heel gezellig wordt. Ja, en waar kunnen die mensen allemaal naartoe, Rick? Hè, wat zeg je? Waar kunnen al die mensen naartoe voor het festival? www.intothelimelight.net. Maar je kunt ook op Facebook bij ons, bij Maarten online kijken. En dan, op Facebook vind je alle informatie van het festival. Het heet Into the Limelight. Ja, ik bedoel eigenlijk meer van in welke plaats, welk podium wordt het georganiseerd? Oh, het is Azotop, de Meren. Ah, kijk. Dus bij Utrecht, tegen Utrecht aan, hè. Dus eigenlijk onze hometown bijna. Ja, dat is op zich wel lekker centraal in Nederland natuurlijk. Lekker centraal en nou goed, verbindingen zijn goed vanaf Utrecht natuurlijk door het hele land heen. Dus dat moet het probleem volgens mij niet zijn. Ja. En als ik even kijk, entreeprijs, tientje in de voorverkoop, €12,50 aan de kassa. Nou, er zijn er nog een heleboel speciale acties waardoor je nog wat extra korting kunt krijgen. Als je vroeg bent is er nog een gratis biertje. Dus weet je, ze hebben allerlei leuke dingen gedaan om het echt een feestje te maken. Ja, dus, voor de prijs hoef je niet te laten, nee. Nee, absoluut niet. 5 bands voor €12,50.
Ja, volgens mij is dat geen geld. Mm-hmm. En, dus, ja. Komen. Precies. Ja, jullie hebben wat anders, hè, hoorde ik. Ja, ik weet niet meer precies wat, maar we veel te... In Assen. Oh ja, nou, ik moet sowieso zaterdag met de familie Sinterklaas vieren. Dat... Ach. Ja, maar als we nou niet komen dan, want dan neemt die Sinterklaas ons mee in de zak naar Spanje voor straf. Oh, wat een straf. Neem je de Sinterklaas er ook mee? Ja, dat kan ook. Dat kan ook maar, nog zelfs jullie spelen ook op meestelijk metaal, hoorde ik. Ja, dat klopt, ja. Op 14 december was het toch? Dat is 2 weken later, dat is op 14 december. Ja, dat wordt ook een fantastisch festival met Picture, Gilgamesh, Overruled, Jurassic Park, Gloria Fictis. Volgens mij heb ik ze dan zo'n beetje wel gehad. En wij natuurlijk, het wordt echt zo echt een Dutch treat. Ja, dat is van het lijstje om je vingers bij af te likken als ik zo... Ja, ik wil ook, ik zei ook tegen Hans, want ik doe het eigenlijk samen met Hans Pendaving. Ja. Je moet sold out op de deur komen te staan. Ja, ja. Als het niet lukt, dan doen we dit niet meer, weet je wel. Dat moet gewoon lukken, dat is echt een mooie fiche ook. Ja, zeker. En 2 weken later, ja, we weer een prachtige fiche. Op voor het goede doel, spelen we op het To Hell With Cancer Fest. In Purmerend, P3, dat is ook, ook een knaller. Dat zijn allemaal leuke dingen. Ja, hartstikke mooi. Ja. Dus wat dat betreft, mooie plannen voor de toekomst dus, met de nieuwe plaat. Ja, ja nu, we zitten niet stil. Een nieuwe plaat, flikkert schrijven, opnemen in januari. Voor volgend jaar hebben we natuurlijk ook alweer een heleboel dingen staan. Ook optredensfestivals. Dus veel buitenland, want dat is wat we eigenlijk nu toch ook wel weer wat meer willen. We hebben natuurlijk wel diverse tours al achter de rug, hè, met Lissabon en Fischer's Rooms door heel Europa en zo. Mm-hmm. Het is de bedoeling om nu weer wat meer buitenland te doen. Denemarken staat als optie, Engeland staat erin, België, Duitsland natuurlijk. Zwitserland komt eraan. Dus we gaan even ook weer iets meer in 2014 met name naar het buitenland kijken. Is wel de bedoeling in ieder geval. Mm-hmm. Goed. Ja. Rick, ik denk dat we ongeveer bij het einde van het interview zijn. Heb jij nog dingen die je echt mee wilt delen aan de luisteraar op dit moment? Ja, goed. Ik vind het altijd zo super tof dat... we staan al een tijdje. We hebben vorig jaar ons 30-jarig jubileum gevierd. En dat er nog steeds zoveel belangstelling voor Maarten is, dat vind ik ongekend. Dus de luisteraars die ons een warm hart toedragen, wil ik bij deze wederom bedanken voor al de support al die jaren. Ik hoop iedereen te zien, of het nou in de meren is, of meesterlijk metaal, of waar dan ook. We zullen ongetwijfeld ook wel in het noorden weer een keer komen. Dan komen we elkaar tegen. Bedankt. Heel erg bedankt, Rick. We gaan nog even een plaatje draaien van Martin hier. Heel goed. A Circle of Eight. Tot snel. Tot snel. Jo, oké. Hoi, hoi. Hoi, hoi.